wel. Ja. Thank you. Thank you.
een auto schenken. Aha, ik was er al uit, hè? Ja. Helaas, jongen. Nee. Als je nou weer mee te gaan, Rem? Ja. Wat? Godsamme, dan rijd je de hele tijd lekker. Ja, want als ik aanremde, dan had ik mijn gas eraf, weet je. En zodra ik weer op mijn gas ging, dan klopte die even. Dus dan blijft die rem even hangen. Hij pakte die gas later op. Dus eerst hoorde ik die knal elke keer. Dus het leek elke keer alsof ik hier aan het remmen was in de bocht. Maar dat weet ik helemaal niet. Want ik had mijn voet gewoon helemaal naar achteren en hield ik hem. Daar moest ik even aan mijn kasten. Ja, ik vond deze ook wel lekker gaan in de bochten. Kon je hem lekker laten. Ik wil jou alleen bij deze kunnen en zo dit doen. Ja, in het begin. Kutkar. Ja, die grip was gewoon kut. Want ik liep constant met dingen, die piepende bandjes, jongen, en het maakte niet uit wat ik probeerde. Ja, hij moet wel flink worden. Hij is wel laag. Ja, dat is al geweten. Ik had op een gegeven moment het idee dat mijn kut leeg was. Oh. Ja, nee, maar af en toe had je van hullen, hullen. Ja, dat had ik ook af en toe. Dat het leeg is. Dan kwam ik op een gegeven moment stil. Om te kijken van hoeveel heb ik nog. Ja, daarom wou je wissen. Nee, ja. Nee, in het begin was het echt even, ik moest het echt, ik weet niet wat er was. Ik kreeg dat ding, die banden maar niet aan de praat, jongen. Dat ging maar niet. Hey. Ja, alleen het enige was wel dat ik vond dat ik hem heel lekker... In de bocht kon ik hem lekker laten rollen. Ik kon heel lekker aanremmen, hij rolde heel lekker door. Remmen en gas reageerden gewoon goed. Ja. En dan kreeg ik die andere en dan voel je in één keer dat je stil. Ja, ik denk... Zodra ik weer recht los liet, dan wou ik weer op mijn gas gaan bij die hairpin en dan plofte die elke keer weer. Dus dan blijft die rem nog even hangen. Zodat ik hem dan weer helemaal lang houden. Okay.